Larissa, Imke, ik zat even naar jullie te kijken bij de voorbereiding. Jij zat in de box, jij zat daar. Dat doe je dan toch een beetje alleen. Ja, en ik denk dat we dat ook wel nodig hebben. Want je moet natuurlijk voor jezelf je focus creëren. En wij zijn best wel lolbroeken. Dus we moeten echt wel even focus en even knop om. Want anders zitten we gewoon nog steeds te geinen. En ja, weet je, op een gegeven moment, je moet echt wel in die focus raken. En je moet echt wel het willen, zeg maar. Je moet echt zeker klaar ervoor zijn om echt dat alles te gaan geven. En ik doe dat altijd met muziekje op. Ik moet mezelf altijd echt even kwaad maken. En Imke die doet dat op een andere manier. En ja, weet je, dan heeft het ook weinig zin om naast elkaar te gaan zitten. Want dan zeggen ze, hey pik, het gaat goed. En dan hoor ik echt geen zak van. Dus dat werkt niet. Nee, en jou zag ik echt helemaal in stilte hier zitten. Ja, als ik even aan het fietsen ben wel. Maar daarnaast probeer ik wel altijd een beetje nog contact te houden met de buitenwereld. Dat je niet helemaal jezelf gaat opvreten. En zij doet dat wel heel erg. En dat is het grootste verschil. Ja, dus toch even... Misschien nog even een geintje maken. Even toch wat ontspanning houden, ondanks dat je die focus nodig hebt. Ja, ik heb ook bij de net voor de start, zet ik mijn helm verkeerd om. Krijg ik na afloop van mijn trainer te horen bijna de snelste kilometer met een helm andersom op. Dus ja, dan even een beetje lachen daar. Ik doe het daar ook wel van. Ja.